Landgenoten, vandaag is het precies 50 jaar geleden toen in Stockholm, Zweden, de Wereldmilieudag werd geproclameerd tijdens de eerste Wereldmilieuconferentie. Deze dag zou elk jaar op 5 juni worden herdacht. Een dag die ondertussen is uitgegroeid tot een van de grote platforms voor de bewustwording over de toestand van het milieu. Het doel van de dag is om extra aandacht te vragen voor onze relatie met de natuur, omdat het steeds duidelijker werd dat onze groeiende drang naar materiële rijkdom, gemak en macht steeds meer ten koste gaat van de omgeving waarin we leven. Het thema van dit jaar is hetzelfde als 50 jaar geleden. Only one Earth. Het herinnert ons dat we niet erg ver zijn opgeschoten met de doelstellingen die we toen hebben gesteld. Een bedroevend vooruitzicht, want als deze trend blijft, dan is er weinig hoop voor de doelstellingen die we hebben gesteld voor 2050. Klagen helpt niet. De vraag is, wat kunnen we zelf bijdragen om deze wereld beter te maken, om in harmonie te leven met de natuur en dus te voorkomen dat ons milieu ten onder gaat. Suriname is een gezegend land, maar we zien ook bedreigingen die maken dat de zegeningen die wij tot nu toe hebben vernietigd worden. De honger naar goud maakt dat we onze culturele gewoontes zijn vergeten en het bos blijven vernietigen door kwikvervuiling en onverantwoorde ontbossing. Onze landbouwproducten, die de trots waren van onze Surinaamse diaspora, worden nu roekeloos bespoten en we negeren de langzame zelfvernietiging van ons volk. Wij zijn alle trots op onze nieuwe tweedehandse auto's die afgedankt zijn door milieubewuste landen en hier een nieuw leven vinden. Kijk om ons heen. In de 50 jaar achter ons zijn we verslaafd geraakt aan water in een petfles die wij na gebruik roekeloos om ons heen gooien. En we staan verbaasd als alle lozingen na een regenbui verstoppen. Wat kunnen we doen? We kunnen allen helpen om onze familie, vrienden en buren te wijzen op het belang van een beter milieu. Sommigen van ons zijn nog niet zo ver om de werkelijke dreiging in te zien. De bedrijven in Suriname roep ik op om aandacht te besteden aan de schade die u brengt aan ons milieu. Wat doet u met uw afval? Hoeveel uitstoot produceert uw bedrijf? Draagt u bij aan luchtvervuiling? En hoeveel lawaai komt voort uit uw bedrijfsvoering? Opvoeders en onderwijsgevenden, schenk aandacht aan de vorming van uw pupillen en maak ze bewust van het feit dat hun toekomst in gevaar is als we niets doen. Stilstaan is geen optie, ook met betrekking tot milieuvervuiling niet. Aan jongeren wil ik ook vragen om actie te ondernemen en hun eigen toekomst veilig te stellen. Gebruik je YouTube, Facebook of TikTok-accounts om meer aandacht te schenken aan de vele milieufilmpjes. Laat je informeren en kies voor een duurzame groene toekomst. Wij van het ministerie staan altijd open om u waar mogelijk bij te staan. We wensen u een bezinningsvolle Milieudag toe. Dank u wel.